Ja, bomen kom je in Zeeland niet zo heel veel tegen. Dat heeft te maken met de zeewind en de inundaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daarom vallen juist grote oude bomen al snel op in het landschap. Zoals deze prachtige linde hier op de dijk. Maar achter deze boom zit ook nog eens een bijzonder historisch verhaal. Ja, dat klopt. Dit is een zogenaamde grenslinde. En in de zak van Zuid-Beveland komen ze heel veel voor. De naam grenslinde, verwijst wel naar dat ze waarschijnlijk een functie hadden als een soort markering van gebieden. Grens waarvan? De grens van zogenaamde ambachtsheerlijkheden, waarschijnlijk. Hè? Dus dat de ambachtsheer die had allerlei gebieden in eigendom. En om de grens van zijn gebied te markeren, werd zo'n boom geplant. Hè? Dat is een van de theorieën, omdat het niet helemaal zeker is of dat werkelijk daarvoor is. En dat is uit de middeleeuwen, ja, toch? Ja, ja, klopt. Ja. Dus dat is echt heel oud. Ja. Wat kenmerkend is voor de grenslinden, dat heel veel van de grenslinden hier in de zak op kruispunten van dijken staat. Hier zie je het ook, er komen eigenlijk drie dijken als het ware bij elkaar. En daar hebben ze die boom gezet. Een theorie is van dat wanneer er een nieuwe polder omdijkt werd, dan waar de nieuwe dijk op de oude dijk aansloot, dat ze daar dan een grenslinde als een soort markering zetten. Waarom zijn het eigenlijk altijd lindes? Lindebomen kunnen goed in Zeeland tegen de veel wind, soms een beetje zoute wind, daar kunnen ze gewoon goed tegen. Het zijn ook bomen die heel oud kunnen worden. Dus ik denk dat dat ook de reden is dat ze juist voor de linde kiezen. En hoe oud is deze? Deze is van 1855. Dus toen is die boom al geplant. Dus je ziet wel dat ze heel oud kunnen worden. Nou, hier zijn we aangeland bij een andere grenslinde. Deze is iets kleiner dan de andere, maar ook wel heel mooi, op een mooie plek ook. Ook weer op een kruising van dijken. Hoeveel grenslinden staan er nou in Zuid-Beveland? Wij hebben ongeveer ruim 150 grenslinden in Zuid-Beveland die wij onderhouden. Dus dat zijn er een behoorlijk aantal. Ik heb hier ook een kaart waar ze allemaal op staan. Je ziet hier het zwaartepunt hier inderdaad in de zak van Zuid-Beveland. Hier is Nisse. Nou, hier, dat zijn er behoorlijk veel. Dus daarom onderhouden we die ook, met vrijwilligers ook. Dan halen we de baardgroei, heet dat. Hè? Van die takken onderaan, dat is heel kenmerkend bij de linden. Die halen we weg, ook voor de natuurwaarde. Hè? Want als er natuurlijk van die holtes in komen, dan broeden weer vogels in, zoals de steenuil. Nou, veel van de grenslinden hier in de zak van Zuid-Beveland zijn heel oud. Deze is van 1890. En de bomen worden minder vitaal, vallen uit op een duur. Dus we planten ook weer nieuwe bomen aan. Zodat we ook in de toekomst deze mooie, markante bomen kunnen behouden hier in dit mooie landschap van de zak van Zuid-Beveland. Vanwege de cultuurhistorische waarde, de landschappelijke waarde en de natuurwaarde.